Gelukkig is ze er hier weer, onze regio-correspondent Joke Wolthuis. Dan weet je, dan gaan we het hebben over Lelystad. Ja, zeker. Goedemorgen. Goedemorgen. Gezellig. Wat zie je er zomers uit? Ja, echt. Dus vlammen slaan me af en toe uit. Ik weet ook niet wat het is. De overgang is al lang achter de rug. Ja. Dus ik heb geen idee. Maar zo langzamerhand ga je weer terug. Ik denk het wel. Oh, dat zou ook wel eens kunnen. Zo gaat dat ook. Wat leef je allemaal in Lelystad? Nou ja, afgelopen zaterdag heeft de Joon een 50-jarig bestaan gevierd. Wie? De Joon, dat is een buurtcentrum, het oudste buurtcentrum hier in Lelystad. En dat werd ook uitbundig gevierd door vele vrijwilligers die hier nu werken. Maar ook oud-vrijwilligers en mensen die daar komen, gewoon uit de buurt en zo. En er was een receptie en er was een zanggroep, Timeless, en die trad erop. Zijn nog met z'n tweetjes? Vroeger waren we met z'n drietjes. Op zijn viertjes toch? Timeless? Nee, met z'n drietjes. Marcel en Erik. Sommigen zijn niet ook een liedje met de Gordon? Where is the Love? Nee, dat was een replay. Oh, dat was een replay. Die waren met z'n drietjes. Ja, die zijn nu met z'n drietjes. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, dat is heel leuk. De nieuwe Timeless is dat. Ja, dus dat was alles in het wijkcentrum Zuiderzeewijk. Daar is dat buurtcentrum. Ja. Nou, en dan hebben we oudere tuinen in Lelystad. En dit is op het Corveel. En daar kunnen mensen die invalide zijn of ouder zijn, of denken van nou, het is me allemaal te zwaar om die hele oppervlakte te wieden en te zaaien en weet ik veel wat. Dan kunnen ze dus een kleinere oppervlakte huren. En er is een verhoging gemaakt met grote plantenbakken waar ze dan iets in kunnen laten groeien, zeg maar. Ja, wordt het iets makkelijker. En dan wordt het iets makkelijker. Ja, dan hoeven ze niet zo te bukken, zeg maar. En Nelly Den Os, de wethouder hier in Lelystad, heeft dat geopend. En je kunt het ook huren als je denkt, god, dat is wat voor mij. Dan kun je dat huren bij Volksvereniging Het Karveel. Dus dan kun je mee even op de website kijken. En verder, Welzijn Lelystad, die hebben buurtkamers georganiseerd. Dat is voor mensen die dus eenzaam zijn, ouder zijn. Die alleen zitten. Die alleen zitten en roepen om gezelligheid. Gewoon alleen even een praatje, even een bakje koffie, koekje erbij, weet je. Erbij dat bakje koffie. En gewoon je dag. Genoeg. Ja, dat is al meer dan genoeg. Ja. En je kunt ook lunchen met elkaar. Je krijgt hulp bij vragen en of problemen. En je kunt samen gaan koken, ook als je dat leuk vindt. Knutselen, noem maar op. Mm-hmm. En er zijn ook leuke contacten uit voortgekomen. Dus die gaan dan daarna samen iets gezelligs leuk doen. Leuk. Al doe je samen even de boodschappen. Dat is ook heel belangrijk. Ja, kan soms maar een half uurtje eventjes zijn. Ja, precies. We zitten wel in een tijd dat een half uurtje tegenwoordig ook al te veel is. Ja. Ja, dat is een beetje mentaliteit, maar we zitten gewoon, we hebben weinig tijd. Ja. Ik merk het aan mezelf alleen al. Ja, dat is zo, maar daar moet je tijd voor vrijmaken. Ja, dat klopt. Voor sommige dingen moet je tijd vrijmaken. Ja, moet echt hoor, moet echt. Ja. Het wijkcentrum Zuiderzee, in de Zuiderzeewijk doet eraan mee. De verzorgingshuizen, de Hansenborg, de Hoven en de Waterbever, dat is een buurtcentrum. Okay. En de Voorstraat. En voor meer informatie, welzijnlelystad.nl. Als je denkt, nou dat lijkt wat, ik voel me eenzaam. Ja. Er komt nooit eens iemand langs. Stap gewoon even binnen voor zover dat kan. En heb je problemen met vervoer, kun je niet zo goed lopen of wat dan ook. Je kunt naar de opstapbus, die kun je dan de buurt, de opstapbus heet dat. Ja. En die brengt je dan naar die buurtkamers toe. Nou, in principe is het eigenlijk al goed geregeld. Ja. Moet nou alleen nog even wat gebeuren. Precies. Ja. Goed, Jokke. Nou, en dan heb ik nog iets. Even kijken, De Vloer Op. Ken je dat programma van de televisie? Ja, hebben we het net over gehad. Ja. Dat komt in Theater Poza. Ja, dat zei Bart. Morgen. Oh, dat zei Bart. Ja. Oké. Nou, dat is gewoon mooi om te zien. We hebben het net allemaal gehad. Ja. Oh, nou, dan kan ik dat overslaan. En ook de laatste voorstelling van de opera die daar komt in Poza. Daarom. Ja. Nou, en dan komt er het Big Band Festival is er weer in de Kubus aankomende zaterdag. Ja, leuk. Dan kun je gewoon lekker binnenlopen in de Kubus en het is gratis. En, als je van toeters houdt, moet je daar. Ik hou ervan. Van. Ik hou er enorm van. Het begint om 12:00 en het eindigt om 1:06. Kijk, goed zo. Ja? Nou, dan gaan we weer rond, hè? Oké, leuk. Leuk, dankjewel Joke. En tot de volgende maand. Oké.